Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. In ieder mens schuilt een boek. Dat is een beetje het motto van Rutger Bruining, de oprichter van Story Terrace. Die weet ook dat niet iedereen de capaciteiten heeft of de tijd om zelf dat boek te schrijven. Dus biedt hij met zijn bedrijf biografieën aan voor mensen die dat leuk vinden, toch? Klopt, eigenlijk voor iedereen. Met het idee dat iedereens leven een boek waard is. En dat het tot nu toe veel te moeilijk is geweest om dat te doen. Voor mensen en dat waardoor eigenlijk maar een zeer select groep mensen een biograaf vroeger inhuurde. En ik probeer dat toegankelijk te maken voor iedereen. Nou, dat lijkt me een hartstikke mooi motto. Ik vind het leuk dat je hier bent, want je bent speciaal voor ons naar Nederland gevlogen, want je woont in Londen. Klopt, ja. Ik ben met Storytest begonnen in Londen. We doen wel vanaf het begin ook de Nederlandse markt, waar ik natuurlijk mee bekend ben. Ja. Maar we zitten in Londen en in Los Angeles op dit moment. En is dat omdat die markt daar groter is of omdat het leven daar leuker is? Omdat ik daar al woonde. Ik woonde al 6 jaar in Londen toen ik met Storytest ben begonnen. Dus ik ben daar ooit begonnen in private equity. En toen uiteindelijk met Storytest begonnen. Maar mijn privéleven had zich inmiddels ontwikkeld in Londen. Vandaar. Vertel eens even. Ik denk van mezelf dat ik het wel waard ben om een boek over te laten publiceren. Hoe werkt het? Het is eigenlijk heel simpel. We hebben verschillende pakketten om het voor mensen heel duidelijk te maken wat je aankoopt en wat je daarvoor krijgt. We hebben wereldwijd meer dan 500 schrijvers. Wij koppelen jou dan aan een schrijver die past bij jouw achtergrond, je persoonlijkheid en je locatie. Zodat je met die schrijver bij je thuis in gesprek kan gaan en van daaruit een boek kan maken. Waarbij je zelf volledig de regie hebt over de inhoud. Maar de schrijver jou eigenlijk op weg helpt. En wij als bedrijf ook om daar uiteindelijk een mooi boek van te kunnen maken. Van meestal een pagina of 100, 120. Ja, ik heb hier een voorbeeld. Koos van Haaster. Actief in de bloemen zo te zien. Hè? Die vond het wel aardig om een boek over zichzelf te laten maken. Nou, hij was hij bescheiden. Redelijk, 120 pagina's. Ze heeft niet voor het dikste model gekozen, zomaar zeggen. Daar heb ik begrepen dat je kan kiezen voor verschillende pakketten. Waarbij het minimumpakket een interview behelst van 4 uur. Dan denk ik, is 4 uur niet vreselijk kort om een heel boek te produceren? Dat is ook een relatief kort boek. Het zijn dan 2 keer 2 uur gesprekken. En daarin kunnen mensen ontzettend veel vertellen. Waarschijnlijk in het gesprek tussen ons van 20 minuten... Daar kun je al een aardig hoofdstuk over schrijven. Dus als je dat dan 12 keer doet, dan kun je een aardig eind komen. Grappig. En dan interview ik zelf ook nog wel eens mensen. En dan merk ik dat ik zelf toch een ander verhaal op papier zet dan dat de mensen tegenover mij denken dat ik op papier ga zetten. Zit daar niet een enorme spanning tussen schrijver en opdrachtgever? Nee, want onze schrijvers, als ze voor ons werken, zijn ze geen journalist. Dus in principe is hun mening is wat minder belangrijk dan als jij journalistiek werk doet. In ons geval werk je voor de klant en help je om de klant zijn verhaal neer te zetten. Zodat de klant daar blij mee is en dat de klant, kinderen, kleinkinderen, et cetera, daardoor zijn of haar verhaal in de toekomst kunnen lezen. Ja, kinderen, kleinkinderen. Ik heb begrepen dat de klanten eigenlijk in 3 categorieën uiteenvallen. Je hebt de oudere mensen die eigenlijk hun levensverhaal nog een keer willen vertellen voor het geval ze dat zelf niet meer kunnen. Je hebt de ondernemers die denken dat ze een fantastisch avontuur hebben beleefd en dat ook graag delen. Dat is ook zo. En dat is natuurlijk ook zo. Elke ondernemer heeft natuurlijk een prachtig verhaal. En je hebt de mensen met een trauma. Voor wie dat eigenlijk toch een beetje verwerking is om dat een keer op schrift te laten zetten. Ja, dat is eigenlijk een kleinere groep. De allergrootste groep klanten van ons zijn eigenlijk mensen die het cadeau doen aan hun ouders vaak. En soms is dat een cadeau met de hele familie. Waarna wij dan, zeg maar, dat wordt aangeboden, waarna wij dan aan de slag gaan met de klant. Maar we hebben inderdaad heel veel ondernemers en mensen met familiebedrijven als klant. Ja, en veel mensen doen het cadeau. Wat kost het? Is het een prijzig cadeau? Het begint vanaf €1650. En gemiddeld besteden mensen iets meer dan €3000. Ja, ja.
En dan krijgen ze één boek of hoe werkt dat? Dan krijg je 4 boeken, maar je kan extra boeken kopen tegen een schappelijke prijs. Want de kosten zitten echt in het maken van het eerste exemplaar. Waar een professionele schrijver met jou of met je familielid aan de slag gaat. Ja. Lees je er wel eens wat? Zeker. En is het inderdaad zo dat ieder mens een boek waard is? Of zie je ook wel verhalen dat je denkt van... Nee, oprecht. Nee, ik lees niet alle boeken. We hebben nu 100 boeken in productie op dit moment. Ja. Maar als het verhaal goed is geschreven en de essentie van een persoon komt daaruit... er zijn zeker verhalen tussen waar ik niet een boek van 300 pagina's over zou willen lezen. Maar als je dat ziet in zeg maar 80 pagina's waar 20 foto's tussen zitten... van elke 10 jaar in iemands leven 2, 3 foto's. Dan geeft dat een prachtig document en een klein stukje geschiedenis. Ja. En dat is eigenlijk altijd heel plezierig om te lezen. Ja, grappig. Hoe kwam je op het idee? Ik had spijt dat ik van mijn eigen grootouders niet hun verhaal had vastgelegd. Mijn grootvader vertelde altijd heel veel verhalen. Zoals meerdere grootvaders heb ik gehoord dat vaak doen. Ja. In mijn geval ging dat over... zijn reizen naar het buitenland, maar ook hoe hij een verzetsgroepje leidde in Zeeland. En later is hij arts geweest op Aruba. En dat waren eigenlijk allemaal dingen die mij erg aanspraken. En sport was ook belangrijk in zijn jeugdige leven. En toen hij was overleden, had ik er heel veel spijt van dat ik die verhaal niet had vastgelegd. Want die vervaagde zo snel. En aan de andere kant, bij mijn grootmoeder had ik er spijt van dat ik haar niet meer dingen had gevraagd over haar leven. Die ik wel wilde vragen, maar dat eigenlijk niet durfde te doen. Ja. En heb je eigen leven al op schrift laten stellen? Ik ben ermee bezig. Ik heb voor mijn 40ste verjaardag een boek van mijn vriendin cadeau gekregen. Ik durfde het niet aan mezelf te geven. Maar zij heeft dat gedaan en nu ben ik daarmee bezig. Ja. En is het confronterend? Ik weet niet of het... Is het confronterend? Het is eigenlijk... Het geeft je een moment van reflectie. En of dat dan confronterend is? Ik weet niet of het confronterend is. Maar het geeft je wel... Want hoe vaak zit je 2 uur lang met iemand te praten die naar jou luistert? En die je ook begrijpt. Want daarom koppelen we mensen aan een schrijver die bij hun past... qua achtergrond en persoonlijkheid. Dat is wel even een uniek reflectiemoment. Dus het is wel iets waar je dan de dagen daarna van na zit te denken... waar hebben we het eigenlijk allemaal over gehad? Ik heb het over veel meer dingen gehad. En ik zie veel meer verbanden dan ik normaal zie. Ja, geestig. En heb je al een titel? Nee, nog niet. Laat je me even verrassen, denk ik. Ja. Ja. Grappig. En is het uniek in de wereld? Heb je het zelf helemaal bedacht? Of zijn er concurrenten op de markt waar je het een beetje van af hebt kunnen kijken? Eigenlijk hoe ik op het specifieke idee ben gekomen... ik heb andere ideeën gehad over hoe kan ik ervoor zorgen... dat we verhalen van mensen beter kunnen vastleggen op schaal. Maar vaak waren de ideeën niet schaalbaar. En toen zag ik freelancer.com. Dat is een Australisch bedrijf. Waar je allerlei type freelancers kan inhuren, zag ik naar de beurs gaan. En toen dacht ik, dat is een mooi bedrijf. Dat idee had ik moeten hebben, dat had ik moeten starten. Ja. Maar toen ik daar verder naar ging kijken, zag ik dat er enorm veel schrijvers in het bestand zaten. Wat betekent dat natuurlijk heel veel schrijvers zijn freelance gegaan. En journalisten en heel veel auteurs, die willen ook nog wel eens wat bijsnabbelen. Dus ik zag daarmee een mogelijkheid niet alleen dat er dus aanbod was, maar ook dat mensen... door het hele land verdeeld waren. En dat je heel makkelijk vanuit zeg maar, je bureau ervoor kan zorgen... dat dat op verschillende plekken bij elkaar komt. Waarmee ik dacht dat ik eindelijk een schaalbaar concept had bedacht... om verhalen vast te leggen. Zijn wij niet uniek in de zin dat er geen andere mensen zijn... waar je een biografie bij kan laten schrijven. Maar toen ik dat onderzoek deed... waren dat namen eenpitters of een paar schrijvers die zich samen hadden gebundeld... zonder dat het echt een professionele organisatie was... En daarin zijn we wel uniek. Dus je kan nergens anders kiezen uit 500 schrijvers... of in Nederland 100 schrijvers... om de juiste bij jou te vinden waar je alles uit handen wordt genomen. Ja, nu hoor je vaak als advies aan beginnend ondernemers van focus. Hè? Wil niet te veel in één keer. Jij richt je op de Nederlandse markt, de Britse markt en de Amerikaanse markt. Hoe doe je dat allemaal? Ik raad het niemand aan. Dat advies, dat klopt zeker. Als ik het nog een keer zou doen, zou ik het waarschijnlijk anders doen. Ja. Maar op een gegeven moment staat het en dan kost het ook minder tijd. Maar dat is zeker een complexiteit. Wat ik achteraf gezien misschien niet in eerste instantie had moeten doen. Wij doen vanuit Londen doen we de Nederlandse markt ook. Dus wat dat betreft is het niet zoveel complexiteit. Behalve dat we alle marketingcontent
anders moet doen. We hebben een Nederlandse verkoop, een Nederlandse redactie. Maar die zitten in Londen. Dus wat dat betreft is de complexiteit meer Amerika of twee kantoren. Eentje in Los Angeles en eentje in Londen. Ja. We kregen heel veel vraag al uit mijn eigen netwerk in Amerika. Dus daarmee zagen we dat mensen daar misschien wel bovengemiddelde interesse hadden. Daarnaast had ik in Londen een redactrice die Amerikaans was en die wilde terug naar Amerika. Toen hebben we gezegd, nou, waarom blijf je niet voor ons werken en ga maar schrijvers recruiten. We zetten wat advertising aan en we kijken wel of het gaat lopen. En die verdiende zichzelf binnen 3 maanden terug. Toen de volgende persoon ernaast gezet, een verkoopmedewerker, zodat zij zich alleen kon richten op het redactiegedeelte. En die verdiende zichzelf ook terug. En zo is dat een beetje organisch gegroeid. Ja, ja, ja. Grappig. Ik zag dat je vorig jaar zomer nog een fundingronde hebt gehad. Waarbij je op zoek was naar 4 ton in Britse ponden. Ja. En dat werden uiteindelijk dik 6. Waar gaat het geld naartoe? Dat gaat naar ons softwareplatform. Dus uiteindelijk om honderden projecten tegelijk te runnen en hopelijk snel duizenden. Moeten we vrij efficiënt te werk gaan. En daar zijn we nu een platform aan het bouwen. Wat over een paar weken is de beta af. Zodat alle activiteiten rondom de schrijver, de redactie en de klant daar gemanaged worden. Maar ook het boek daar eigenlijk in digitale vorm gecreëerd wordt. Ja. En dat is een grote stap voor ons. Ook om eventueel andere talen te kunnen toevoegen. Omdat we daarmee de complexiteit van ons hele proces enorm terugbrengen. En efficiënter maken. Het andere deel is marketing. Uiteindelijk zijn heel weinig mensen nog bekend met het concept. Dus dat is iets waar we hard mee aan het werk zijn. Ja, en nu kom je uit de private equity wereld, vertelde je al even. Ik kan me ook voorstellen dat je een netwerk hebt met mensen erin voor wie 4 ton peanuts is. Waarom heb je dan zo'n ingewikkelde route via crowdfunding gekozen? De crowdfunding... mensen die aan crowdfunding doen, dat zijn over het algemeen mensen tussen de 30 en de 50 die zeg maar in de financiële wereld werken. Dus bijvoorbeeld bankiers, advocaten, accountants. En die vinden het leuk om daarnaast wat in start-ups te investeren. En dat is onze grootste klantengroep, omdat zij vaak ons product als cadeau kopen. Ja, ja. Voor hun ouders. Voor zeg maar 70ste verjaardag, zoiets. Dus voor ons was het zowel marketing als funding. Ja. En wat even over je private equity verleden, wat deed je precies? Ik werkte voor een fonds van 3,5 miljard euro, wat onder andere in Stork investeerder was in Nederland. En in Springer Academic Publishing en nog wat andere bedrijven. Ja, dus elke dag keurig strak in het pak naar je werk. Klopt. Ja. Veel op de vroege ochtendvlucht van Londen naar... Ja. Ja, nou is er in Nederland natuurlijk toch een beetje een negatieve zweem rond private equity. Hè? De sprinkhanen, de roofridders, noem het allemaal maar op. Wat vind je daarvan? Vind je dat terecht? Snap je dat? Ik snap wel dat bepaalde mensen een beeld willen neerzetten over private equity. En daar dat soort termen bij gebruiken die natuurlijk voor mensen die private equity niet snappen... makkelijk te begrijpen zijn. Springhaan is natuurlijk, kun je goed inbeelden. Ja. Maar helaas is het natuurlijk, ligt het heel anders. En ik zelf geloof heel erg in de toegevoegde waarde van private equity. Ik denk dat heel veel bedrijven er veel beter van worden. En dat er heel veel waarde wordt gecreëerd. Anders zouden al onze pensioenfondsen er ook niet zoveel geld in stoppen. Ja, het klinkt in elk geval als je daar aan boord bent, alsof je kostje gekocht is. Oké, het is eventjes buffelen, maar dan uiteindelijk eindig je met een huis in de Hamptons en een boot en noem het allemaal maar op. Ja. En dan kies je toch voor het onzekere bestaan als ondernemer. Ja. Why? Ik heb altijd wel willen ondernemen, maar ik heb met name ook dit... probleem heb ik dus al langer over nagedacht. En ik dacht dat ik een oplossing had. En ik dacht, als ik het niet doe, doet niemand het. En op een gegeven moment moet je dan knoop doorhakken en het gewoon echt doen. En dat was wel moeilijk. Want het is waar. Ik bedoel, alles was vrij goed georganiseerd op mijn kantoor. Inclusief goed salaris en bonus. en dat was allemaal weg. En het was ook moeilijker om een bedrijf te starten dan ik dacht. Maar gelukkig ben ik relatief naïef. En dacht ik dat het makkelijker zou gaan. En daarom dacht ik dat dit het moment was om zelf iets te starten. En welk aspect heb je onderschat? Ik wist uiteindelijk
omdat ik uiteindelijk, ik ben in de consulting begonnen, daarna private equity. Je bent zo ver van de operatie af. Dus het begrijpen van hoe een website werkt, marketing. Maar ook de mensenkant en het managen van, we hebben nu 14 mensen. Ja, dat is iets waar ik eigenlijk nu ervaring mee had. En al die dingen bij elkaar betekent gewoon dat het langer duurt. Achteraf, als ik het opnieuw zou doen, zou ik eerst voor een andere start-up zijn gaan werken, die zeg maar ietsje verder is, om daarvan te leren. En dan mijn eigen bedrijf hebben gestart. Ja, want je komt eigenlijk ook uit sectoren waar het niet bon ton is om je onzekerheid te tonen. Dan moet je opeens allerlei beslissingen gaan nemen waar je eigenlijk geen benul van hebt. Ja, maar ik vertrouw altijd wel op mijn gut feel. Dus ik heb dat vind ik niet. Ik denk niet dat ik daar zo'n probleem mee heb gehad. Ik denk meer dat het meer tijd kostte om te leren over alle aspecten van de business en toch veel fouten maken. Ik denk niet dat ik te veel beslissingen heb uitgesteld, maar wel dat ik vaak verkeerde beslissingen waarschijnlijk heb gemaakt, inclusief het toevoegen van complexiteit, waar jij al aan refereerde, wat ik beter niet had kunnen doen. En waarschijnlijk als ik voor een andere succesvolle start-up, al was het een half jaar of een jaar, had gewerkt, dan had ik daar beter inzicht in gehad. Ja, en als je nu naar je leven kijkt, is het hoofdstuk Story Terrace het interessantste uit het boek? Nou, kijk, ik heb geen slecht leven gehad. Hopelijk ook nog naar de toekomst toe. Dus ik heb ook heel veel gereisd. Dat is denk ik ook een interessant hoofdstuk. En ik heb in private equity en ook in consulting heb ik het ook heel erg naar mijn zin gehad. En heel veel vrienden gehad, gemaakt, die ik nog steeds heb. En veel geleerd. Misschien dingen die ik niet direct in de eerste fase kon meenemen. Maar als ik één ding heb geleerd, bijvoorbeeld binnen consulting, is het dat je voor elk probleem is er een oplossing. En kun je uiteindelijk het probleem analyseren. En daarom heb ik ook niet zo moeite met maken van keuzes. Ook al heb ik misschien soms de verkeerde analyse gemaakt, of had ik een fout kunnen voorkomen. Ja. Maar uiteindelijk kan ik elk probleem voor mezelf wel een oplossing aankoppelen. Ja. Doorgaan. Dus ik denk, Storytel is wel intensief. Een start-up vergelijken met de andere dingen. En heb je een horizon voor jezelf? Want je zei van, ik keek naar freelance.com, dat ging toen naar de beurs. Is dat iets waar je stiekem van droomt met Storytellers? Wat mijn droom is, is om ervoor te zorgen dat het normaal is. Dat iedereen zijn verhaal vastlegt. Zodat in de toekomst iedereen over zijn ouders, grootouders, liefst zelfs overgrootouders, gewoon een rijtje boeken in de kast heeft staan. Of misschien is het niet eens een boek meer in de toekomst, dat maakt me ook niet zoveel uit. Maar dat is het doel. Als ik dat weet te bereiken en Storytellers daar een onderdeel van is, dan wordt het vanzelf een groot bedrijf. Maar dat is uiteindelijk waar ik naartoe aan het werken ben. Ja. Dus verder niet zozeer vooruitzichten over de groei van een bedrijf in cijfers gemeten bijvoorbeeld. Nee, nou, hoe harder we groeien, hoe eerder we bij dat doel komen. En ik hou natuurlijk ook de bottom line in de gaten, want ik heb natuurlijk wel financiële achtergrond. Ja. Uiteindelijk zie ik het heel simpel. Als wij het voor elkaar krijgen dat mensen het normaal vinden en niet iets bijzonders zoals nu, dat de verhalen bijvoorbeeld van hun ouders worden vastgelegd, of dat je dat zelf doet op het moment dat je misschien je bedrijf verkoopt of dat je met pensioen gaat, dan komt er vanzelf een groot bedrijf uit rollen. Heb je al oude collega's van je overtuigd dat ondernemen eigenlijk veel leuker is? Ja, maar ik heb ze ook wel eens van weerhouden. Oh ja, blijf jij maar lekker zitten. Zo riant als nu. Het is wel een trade-off natuurlijk. Ja. Maar ik zou het zelf nooit anders. Ik zou het zelf nooit willen terugdraaien. Nee. Ik bedoel, het iets kunnen opbouwen vanuit niets, met alleen een idee in je hoofd, is toch het mooiste wat er is. Ja, lijkt me een prachtige slotzin van dit boek. Hartstikke leuk dat je er was. Dank voor je komst. Wilt u meer interviews zien? Surf dan naar CVD TV.